Breda Nu. Je weet het meteen. Stek is een creatieve bedrijventerrein op het haveneiland achter de Veilingkade 9. Het bestaat uit allerlei units, een boot, een bus, een hal en een stroombalen paviljoen wat nog in aanbouw is. Er zit van alles, van bakker, bierbrouwer, boekhouwer, communicatiebureau tot lampenwinkel, fietsenmaker en meubelmaker van resthout. Op 10 april is er het Internationaal Paper en Vinyl Festival. Dit betekent papier, veel boeken, vinyl, veel oude platen. Op die dag wordt ook het boek Nachtval van Bas Kok gepresenteerd. Ik vertel hem wat ik tegenwoordig doe en waar ik woon. Harm kijkt me aan en hij bevestigt dat het raar kan lopen. Wijst naar de radio en stelt meteen de vraag waarom ik na zo'n lange tijd nog niet in de top 40 sta. En wat ik doe voor de kost, of ik nog niet ben getrouwd, of ik een huis heb gekocht, of ik dat zelf heb verbouwd, of ik al kinderen heb. En wat voor auto ik rij, wat ik daarvoor heb betaald en wat die vriend van die prijs. Over zijn zoontje van twee en hoe die vorige week zijn rode Peugeot uit 91 gehaald heeft voor een grote BMW en weinig tijd betaald. Goeiedag verder, fijn met eens contact te hebben. Wil ik heel graag onze wethouder van Werk, Inkomen en Cultuur, uitnodigen en het woord geven. Marianne de Wien. Dankjewel. En ik ben weliswaar niet verder gekomen dan pagina 60. Dit duurt even voordat je daar tijd voor hebt als je in de politiek zit. Maar ik ga eruit lezen, Bas. Ik moet zeggen dat ik het... hoe je het vindt, dus even voor de uitgever, de eerste vijf hoofdstukken, daar is blijkbaar iets in gebeurd, want mij boeit hij, mij pakt hij. Wat dat betreft is de felicitatie grotendeels voor jou, natuurlijk voor je partners en je uitgeverij, maar ook een beetje voor alle collega's hier op STEK die deze inspirerende omgeving voor Bas hebben mede gecreëerd en voor een deel hebben samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En dan zijn we nu aangekomen bij de lancering van het boek en ga ik... Bas Kok, de schrijver van het boek Nachtval, het woord geven. Hartstikke welkom natuurlijk. Hartstikke leuk dat jullie in zo'n grote getale, ondanks of juist dankzij het fantastische weer, naar Breda zijn gekomen. Want de meeste van jullie die komen niet uit Breda. Ik was van de week op een boekengala en daar schrijven ze onder elkaar en ook lezers. En die vragen dan goh, hoe gaat het nou zo'n boek schrijven? Want dat is best een magisch proces. En ook als je geen fantasy schrijft, is schrijven echt een magisch proces. En dat wist ik niet, want ik heb heel veel geschreven natuurlijk als journalist. Maar dat was wat minder magisch dan een boek. En ik probeerde een beetje uit te leggen, ja, hoe gaat dat dan? En ik denk, ja, nou, dat gaat eigenlijk heel simpel. Je komt 's ochtends om 9 uur op je kantoor. Je gaat zitten achter je bureau. En 's avonds rond 1 uur of 10 ga je weer naar huis. En dan heb je snel een magnetronmaaltijd op. En toen dacht ik, ja, het lijkt eigenlijk wel een kantoorbaan. En toen hoorde ik ook de wethouder van, wat was het ook alweer, Werk, Inkomen en Cultuur. Toen dacht ik, hé, werk heb ik gehad. Nou, cultuur heb ik proberen een bescheiden bijdrage te leveren aan het Bredaarse cultuurlandschap. Ja, nou, het inkomen nog. Hè. Maar daarvan zijn jullie hier. Dus, maar Tessa die heeft van het begin af aan echt, die stond erachter. En ik heb een jaar lang bijna geen cent binnengebracht. En zij zei, doorgaan, maak het af, moet je doen, helemaal te gek. Dus ik ben heel erg blij met jouw steun. Tot slot, de laatste twee mensen die ik in het bijzonder vandaag wil bedanken voor hun
niet zozeer eens bijdragen aan het boek, maar meer voor de bijdrage aan mijn leven. En daarom wil ik graag een speciaal applaus voor mijn ouders, Jos en Nina. Ik wilde eigenlijk nog even afsluiten natuurlijk met de officiële overhandiging van het boek aan wethouder Marianne de Bie van Cultuur, Werk en Inkomen. Inkomen vooral. Jongens, de bar is open, geniet ervan, koop een boek. Ik ga in ieder geval bier drinken, want ik heb echt heel erg nodig.